Suzie. Ja? Goedemorgen, met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Goedemiddag, Wil. Nou, het is een goede morgen hoor, het is nog 12 uur. Ja, maar ja, het scheelt niet veel, hè? Ik heb wel eens dikwijls iemand die bel in België en die zegt om 11 uur, kwart over 11 uur, dan zeggen ze goedemiddag. Maar is dat bij jullie zo? Wanneer begint bij jullie officieel de middag? Goh ja, om 12 uur, maar ja. En ja. Het is geen morgen meer ook, ja, als je al vroeg opstaat. Ja, maar hoe gaat het met je? Heel goed, Wil. Heel goed. Heel goed. Ben blij om. Want jij hebt ook nog wat meegemaakt met de corona, of niet? Ja, tuurlijk. Goh. Nu, vorig jaar in december niet, het jaar ervoor. Ik was nog niet gevaccineerd. Toen heb ik corona gehad. Samen met mijn man. We hebben 3 weken in quarantaine gezeten. Want we bleven maar positief testen. Dus. En nu, vorige maand, in januari, heb ik het terug gehad. Ja. Maar dan heb ik, ja. Ja. Is het te maken omdat jij, heel erg voor de luisteraars, hè? Jij bent normaal ook kapser, hè? Jij zit in de kappersvak, hè? Heeft dat te maken met contact met de klanten? Nee, Wil. Nee. De eerste keer heb ik het gehad van mijn man. Die had al mee van zijn werk. En nu de tweede keer... Kan het niet zijn dat het is van in mijn kapsalon. Ik vermoed misschien van op een optreden. Maar ja, je weet dat niet, hè. Nee, weet je, maar als je een optreden hebt, sta je ook tussen zoveel mensen in, hè? Dat is het. Ja. Ja. Maar ja. Goed, zijn er al verschillende optredens geweest, Suzie? Ja, zeker. Ik heb er wel 3 moeten aflasten als ik corona had, maar ik had juist een reeks voor Madeliefje, voor bussen die naar een zaal kwamen en ik moest 8 optredens doen. En ja, na de 5e keer heb ik moeten zeggen, nee, stoppie, het is gedaan, corona. Ja. Maar ja, maar het gaat, normaal gezien gaat het vlot. Ik heb gisteren ook nog op het podium gestaan. Ja. Hier in Ingemunster en de zaal zat bomvol. Vol. Ambiance tot en met. Allee, het was echt heerlijk. Ja. Is het nu in België momenteel alles is vrij, alles is los? Ja, alles is los, maar ja, met beperkingen. We moeten nog altijd onze mondmasker dragen natuurlijk. Vanaf het einde van de week gaat het iets beginnen versoepelen. Ja, dat mondmasker, ja. Dat hebben ze hier in Spanje deze week afgeschaft. Wij moeten alleen maar een mondmasker dragen als we een supermarkt ingaan en als je bijvoorbeeld naar een ziekenhuis gaat. Ja, ja. Wel, hier in het kapsalon ga ik toch nog moeten mijn masker dragen. Dat gaat nog niet veranderen, geloof ik. Okay. Alhoewel dat het niet logisch klinkt, want ja, als je gaat mogen gaan dansen in discotheken, dan sta je daar waar een massa mensen bij elkaar. Ja. Het is niet te begrijpen hoe dat de regels allemaal in elkaar zitten. Nee. Maar kom, ja, we blijven positief. Ja. En ik denk op een dag dat die corona zal verdwijnen, hoor. Ja. Dat moet en dat zal zo zijn, hoor. Ja. De reden eigenlijk, hè, want we gaan even terug naar de muziek, hè, want anders zijn we padje, dan zijn we eigenlijk een beetje van een padje af, hè. Dat is zo. Ik draai dus juist nog een fragment van Volg je dromen. En de reden dat we jou hebben uitgenodigd is vanwege de laatste single die hier toetelaar was van het programma. Door jou weet ik wat liefde is. Ja, dat klopt. Mijn nieuwe single die ik uitgebracht heb, week of 2 geleden zeker, ja. Yeah. Dus echt voor Valentijn, een echt Valentijnsnummer. Is dat echt een Valentijnsnummer? Ik vind dat. Door jou weet ik wat liefde is, ja. Ja, zo kun je het wel zeggen, ja. Dus het gaat erover dat je de echte liefde vindt in je leven. En als je die tegenkomt, Wil, dan denk ik wel dat je dat voelt. Ik heb dat ook gevoeld destijds, dus je voelt dat. Dus. ben je dat ooit tegengekomen, Suzie? Tuurlijk.
Ik ben dit jaar al 38 jaar gehuwd met mijn man. Dus... Kijk eens aan. Dat zou wel liefde zijn, hè? Zeg, dan weet je onder andere wat voor vlees je in de kuip hebt, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Dat het geven en nemen, hè, Wil? Dat nee, is zo, ja, ik ook hier 47 jaar. Ja, maar jong. Goh. Dat is nog een tijd meer of mee. Ja, wij zijn nog een beetje van de oude generatie, hè, Susie? Ja, dat is zo. Dat is zo. Ja, maar kom, we voelen ons nog jong, Wil. Met de muziek in ons leven, dan... Allee, ik denk dat iedereen dat nodig heeft. Muziek. Ja. Dat verblijdt de zielen. Dat brengt vreugde en plezier. Ja, okay. Ja, maar wat is toch aan de andere kant ook, als je toch zoveel leest van vooral jong koppels die allemaal na 2-3 jaar een beltje bij neergooien, dan denk ik mezelf, ja, wat zijn jullie toch allemaal bezig? Dat is zo. Het is moeilijk te begrijpen, maar ja, we zitten in een andere tijd, hè, Wil. Ja. Denk, ja. Te veel, ik weet het niet, aan wat het ligt, maar ja. Ja, maar dat is bij jullie... We kunnen toch nog niet samen blijven. Ja, maar dat is bij jullie sushi thuis, dat is bij jullie thuis, en dat zie je bij ons thuis ook. We hebben allemaal wel eens een dag dat je zegt van, is donder op met je gezeur allemaal. Ja, dat is zo. Dat zit er ook tussen, niet? Ja. Dan moet je erbij nemen, meneer Wil. We doen water bij onze wijn, niet? Als het maar niet te veel water wordt. is dat niet dikkels bij jullie? Maar ja, af en toe, het dondert overal eens, hè? Ja. Maar, allee, je moet blijven praten, Wil. En dat komt weer goed. En je weet dat die persoon die bij je leeft, dat je alles is. En, ja, als je, op een zeker moment, je bent, wij zijn met z'n tweeën. En als je dan het leven al zo moeilijk gaat maken als dat het is. Jeetje, schij uit, man. Schij uit. Dat maakt het niet zo moeilijk. Voilà, dat is zo. Ja, maar goed, maar dus zorg dat het leuk is voor elkaar. Ja, zorg maar, dat het leuk blijft voor elkaar. Ja. Maar de single door jou weet ik wat liefde is. Hoe zijn de reacties op deze single? Enorm, echt waar. Ja? Iedereen zegt, een van je prachtigste singles. Ja, ik heb heel mooie singles al voor me, vind ik van mezelf. Maar ja, iedereen zegt, ja, dat is een heel mooi nummer. En iedereen gaat uit de bol. Ze beginnen in de handen te klappen en ja. En een mooie beat erin. Ja. Ja. Want jij hebt mijn vorige single vorig jaar, mijn Valentijnsingle ook, Rots in de Branding, was ook enorm geliefd bij iedereen. Want daar ben ik trouwens mee op Radio 2 gekomen, met Rots in de Branding. Maar ja. Ja. Smaken verschillen, hè, Wil? Dus, ja. Dat wel. Maar jij hebt er ook met Kerstmis, als je nog het duet samen met Freek. Ja, tuurlijk. Een heel mooi duet, prachtig en heel leuk om te doen. Freek is ook een fantastisch mens om mee samen te werken. Ja. Hoe krijg je dat toch allemaal gecombineerd? Je zit druk in het kappersvak en dan ook nog druk in het zingen. Hey, wat ben jij toch een bijzondere vrouw? Dat valt mee, Wil. Maar ik werk maar halftijds meer in mijn kapsalon. Want dat is niet doenbaar meer. Dat zou niet meer lukken. Nee? Maar het is druk. Het is heel, heel druk. Dus al mijn vrije tijd gaat naar mijn muziek. En ik heb heel veel geluk dat mijn man voor 100% achter mij staat. Kijk, dat bedoel ik nou weer eens een keer. Ze hebben de mannen nodig, hè. Ze hebben de mannen nodig. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar het is toch veel leuker, Wil, als je met twee aan iets kunt werken. Ja, nee, maar... Samen iets kunt bouwen, dat is toch leuk. Nee, maar hoeveel dagen per week ben je nu in de kapsalon? De woensdag voormiddag, de donderdag namiddag, de vrijdag namiddag en de zaterdag. Ah, en dan... Maar dat gebeurt als ik de zaterdag namiddag een optreden heb, dat ik dan mijn werk verplaats naar de vrijdag en werk ik dan gans de dag. Dus ik moet altijd, puzzelen en switchen met mijn afspraken. Ja. Maar ja, dat lukt tot nu toe allemaal. Dat lukt wel.
We doen verder. Daar krijgen ze wel voor elkaar. Daar krijgen die vrouwen wel voor elkaar, hoor. Ja, en dan nog voor het gezin zorgen. Allee, het is te zeggen, mijn zoon is al het huis uit. Maar ja, ik wil dan nog gezond leven, gezonde voeding. Ja. Dus ja, er zit altijd werk in. He. Dus ik zie maar weinig tv meer. Het enige dat ik nog volg is een soap op tv. Familie, die hier in België al 30 jaar draait. Ja. En toevallig, ja, dat heb ik ook nog niet gemeld. Toevallig doe ik ook een comedy show met een acteur uit Familie, met Chef de Smet. Die Jan speelt, Jan van den Bossen in Familie. Hij is de cafébaas in die soap. Dus hij speelt daar al 30 jaar mee. En hij zocht een zangeres om mee te doen aan zijn comedy show. En doe je daar aan mee? En ik doe daar ook aan mee, ja. Dus we treden samen ook op. We doen een comedy show. Ik en Jeff de Smet. Dat doen wij ook. Amai, wat ben je... Jij hebt volgens mij geen tijd meer voor jou, man. Goh, ja. Dat had ik eens op en neer. Nee, maar ja. Het is de tijd en een beetje geen tijd, maar ja. Dat komt allemaal in orde. Ik zeg al, als je elkaar graag ziet, je weet wat dan aan elkaar hebt. Ja. En mijn man geniet dan ook enorm van de optredens. Okay. Hij is er als hij kan altijd bij, dus ja. Nou, ja. Hij zit ook s'avonds met koptelefoons op en naar muziek te luisteren en het zoeken voor mij, voor muziek en al. Ja. Dus ja, hij staat er 100% achter, dus daar doen we het voor u. Op de eerste plaats wens ik jou een hele fijne, mooie Valentijn op deze maandag, de 14e februari. Ik vind het heel leuk je weer gesproken te hebben hier in het programma. En ik zou willen vragen, zou je jezelf willen aankondigen? En je mag ook nog de Valentijnswensen doen aan iedereen die het meeluistert, hoor. Tuurlijk, Wil. Dank u wel alvast, Wil, voor het interview. Ik was ook blij dat ik u terug aan de lijn heb gehad. Ik zou zeggen aan iedereen, een hele leuke Valentijnsdag. Maak er iets speciaals van. Het hoeft niet altijd Valentijn te zijn om te zeggen, ik hou van jou. Maar doe het vandaag toch ook speciaal voor Valentijnsdag. En ik geef jullie dan nu graag mijn nieuwe single. Door jou weet ik wat liefde is. Tot de volgende keer. Nog bedankt. Een fijne dag. Nog een bedankt, fijne dag. Tot de volgende keer. Doei. Bye.